De Federatie voor Afrikaans Renamang heeft gisteren stilgestaan bij de 279ste sterfdag van de heldhaftige tot slaafgemaakte Maseri. Ze werd op 23 oktober 1743 op gruwelijke wijze om het leven gebracht door de plantage-eigenaar van Sinabo, Benjamin Pusher. Maseri, die moeder was van 10 kinderen, woonde en werkte als tot slaafgemaakte op plantage Sinabo in Kommerwijnen. Ze werd om het leven gebracht toen ze weigerde een leugenachtige verklaring van de plantage-eigenaar over de mysterieuze dood van een aantal tot slaafgemaakten te bevestigen. Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Federatie voor Afrikaans Renamang, haalde aan dat er op de plek wordt stilgestaan om te gedenken en om inspiratie te krijgen om hard te werken voor de doelgroep ten einde bewustwording en ontwikkeling te stimuleren. Als Afrikaanse Renamang nemen wij een speciale positie in de samenleving die mede is gevormd door onze voorouders. Ondanks eeuwenlang katibo, het bestaan van vrije en trotse mensen als nalatenschap hebben overgedragen. Maseri staat niet alleen wanneer we het hebben dat de keiharde strijd die is geleverd om je rug recht te houden ten tijde van onrecht jegens jouw soort, ik noem Sisaseri en Sisaflora, allebei strijders wiens hoofd als trofee zijn meegenomen om aan te tonen bij de kolonisator dat ze niet meer leven. Een voorbeeld om zich in te zetten voor een onafhankelijk en strijdbaar bestaan zien we heden ten dagen zich ook voordoen. Clifton Bram, onderdirecteur van cultuur, zei dat het belangrijk is om kennis te dragen van de geschiedenis. Echter is het volgens hem nog belangrijker welke lessen we halen uit hetgeen de voorouders van de Afro-Surinamers is aangedaan. Ook is hij de mening toegedaan dat deze groep moet weten hoe verder te gaan. Sa utang hori fukacharu seref gomorofa. Want sa miteng na paya paiji unu. Sa esondu fugosorde autoriteit tak lukuja. Amamboy tekenen tapu fugosor autoriteit tak disnokang. Sa unu edunu. Hoe de bereid het is voor dat differentie van de cultuur van de Tjibri. We horen van Uku. We hebben takatora van Srefi. We wachten om te preparen dat we komen, dat we weren lo mooi krosi, meka lo mooi poko, dat we poko. Maar a change praxe. Leki sa a misi di si chaka fesi. Free. De keti koti. Ma frija. Chenchi prakseri na go serefi tak. Pewe go. Po wan doro. En dat na bo skopu sa a directoraat cultuur wan chati de. Bram zegt dat het beleid van het directoraat cultuur erop gericht is om binnen de multiculturele samenleving van Suriname bewustwording en kennis over de diverse culturen over te brengen aan jongeren. Het meest belangrijke volgens Bram is dat een ieder zijn eigen cultuur moet kennen. Op deze manier gelooft hij dat jongeren vooral geleerd worden om respect te hebben voor het eigene en voor dat van een ander. Het directoraat cultuur deed een verzoek aan de Federatie voor Afrikaans Renamang om een bijdrage te leveren.